Hallo en welkom bij VBTV. Afgelopen week, of beter vorige week, zagen we weer een sterk staaltje van PS-clientelisme. Ik praat erover met mijn eerste gast vanavond, Hans Verheid. Welkom, Hans. Ja, dag Jonas. Hans, ik had het er natuurlijk heel kort over in mijn inleiding, maar ja, dat clientelisme kwam toch weer naar boven bij de PS en specifiek bij minister Lalieu, want La Libre Belgique heeft daar toch wel een heel opmerkelijk artikel over geschreven. Hè? Dat klopt, hè? Ja, dat klopt zeker, Jonas. Maar wat is eigenlijk gebeurd? En u verwees al in haar inleiding, voorbije week was er op woensdagavond een PS-congres, een interne partijaangelegenheid, waarbij de ministers, de PS-ministers, voor hun achterban komen toelichten hoe ver het staat met de projecten die ze bezig zijn in de verschillende regeringen waar ze in zetelen. Mm-hmm. En de tussenkomst van mevrouw Lalieu was inderdaad bijzonder opvallend. Mevrouw Lalieu is federaal minister, armoedebestrijding, pensioenen, maar ook voor Belarus. En het is in dat laatste dat ze de projecten van Belarus voor Brussel kwam toelichten. Belarus is een investeringsfonds dat is opgericht voor een aantal grote infrastructuurwerken in Brussel te betalen. Nou, al sinds de jaren 90, als ik me niet vergis. Dat is inderdaad begin jaren 90 opgericht als gevolg van een of andere staatshervorming. En die projecten vandaag de dag komt ze toelichten en, voor haar achterban. En daar zei ze de uitspraak, de opvallende uitspraak, die investeringsenveloppen die dient om de Brusselse gemeenten, maar vooral diegenen die bestuurd worden door PS-burgemeesters, te plezieren. Ja, dat is toch wel bijzonder opmerkelijk, want dat is dus in feite gewoon zeggen eigen kiezers eerst. Ja, en zelf voor PS-normen is het redelijk stuitend. Zoals we straks steeds zeiden, Belarus was in een tijd opgericht om grote infrastructuurwerken in Brussel te betalen. En dat was onder andere de Belliardtunnel, de aanleg van de Belliardtunnel, was daar de directe aanleiding voor. Maar vandaag de dag zijn er heel wat projecten met bijzonder weinig meerwaarde die daarmee gesubsidieerd worden. Bijvoorbeeld, de Belliardtunnel was in de jaren 90. Vandaag de dag, de twee laatste projecten van Belarus waren twee sporthallen. Eentje in Everen en eentje in Koekoberg, toevallig natuurlijk twee PS-gemeentes in Brussel. Ja, het lijkt mij dan dat fonds misschien zijn beste tijd en zijn functie heeft voorbijgestreefd. Valt dat nog te saneren of wat moet daarmee gebeuren? Oh, ik denk dat we het best zouden opdoeken, maar zoals je weet, in België, één keer dat iets is opgericht, dan duurt het bijzonder lang om iets terug op te doeken. Maar ik denk dus dat het opdoeken de enige juiste conclusie zou kunnen zijn. En dat zal natuurlijk waarschijnlijk echt enkel kunnen in onafhankelijk Vlaanderen. Want u weet, Belarus heeft ondertussen een ander doel gekregen. Het historische doel is verlaten. En vandaag is het doel de meerwaarde van Brussel te promoten als hoofdstad van België en Europa. Maar voor natuurlijk, Brussel is ook de hoofdstad van Vlaanderen. En als Vlaamse nationalisten ligt die stad ons zeer nauw aan het hart. Dus ik denk dat we het fonds moeten opdoeken en vervangen door iets nieuws. Iets dat met een propere lijk kan starten. Maar in tussentijd zullen we waarschijnlijk moeten overgaan naar een externe audit. En dan moeten we twee periodes volgens mij in doorgaan. Enerzijds de huidige periode van PS-minister Lalieu. Maar we moeten ook kijken naar het verleden. De minister die voor mevrouw Lalieu kwam, namelijk minister Reinders. Want hetgeen dat vandaag gebeurt in mijn PS-minister naar PS-gemeentebesturen, zal wellicht in het verleden ook gebeurd zijn met MR-ministers naar MR-gemeentebesturen. Want feit is natuurlijk dat Waalse politici graag met Vlaams geld over de balk smijten. En als Vlamingen moeten we soms zeggen, genoeg is genoeg. Nou, zoveel is zeker. Bedankt alvast voor uw deskundige uitleg en antwoorden. Graag gedaan. Beste kijker, voordat we overgaan naar onze reportage over geweld in onze asielcentra, vraag ik u nog graag om deze uitzending te liken en u ook te abonneren als u dat nog niet deed. We zijn hier in Brussel aan het Klein Kasteeltje, het aanmeldcentrum voor nieuwe asielzoekers in België. Ver Asiel vangt momenteel meer dan 30.000 niet-Europese asielzoekers op. En zoals we hier kunnen vaststellen, komen daar elke dag nog een heleboel bij. De meeste van hen blijken achteraf geen recht te hebben op asiel. En in tegenstelling tot de Oekraïense vrouwen en kinderen die naar België komen, gaat het hier voornamelijk om alleenstaande mannen, vaak vanuit Afghanistan. En die alleenstaande mannen die hebben de afgelopen jaar voor een gewelddadig fenomeen gezorgd in onze asielzoekerscentra. Want uit nieuwe cijfers blijkt nu dat er maar liefst 1281 gewelddadige incidenten plaatsvonden in onze asielzoekerscentra in 2021. Dat is een derde meer dan het jaar voordien en zelfs een verdubbeling van het aantal gewelddadige incidenten in onze asielzoekerscentra in vergelijking met 2017. En zoals steeds in België is het grote probleem dat een deftig sanctiebeleid uitblijft. Want ja, het gebeurt soms dat FedAsiel het weekgeld van die gewelddadige asielzoekers intrekt. En ja, het gebeurt soms dat ze worden overgeplaatst naar een ander asielzoekerscentrum. Maar het gebeurde maar
10 keer vorig jaar op 1281 incidenten dat de asielprocedure werd stopgezet. Dat is minder dan 1 op de 100 die de gepaste straf krijgen. Voor Vlaams Belang mag het duidelijk zijn wie misbruik maakt van onze gastvrijheid. Wie geweld pleegt in onze asielzoekerscentra, die moet meteen op een vliegtuig worden gezet richting het land van herkomst. Die asielprocedure moet meteen worden stopgezet. Een nultolerantie voor geweld in onze asielcentra, daar gaan we voor. Intussen zit mijn tweede gast aan tafel bij mij in de studio en dat is Johan Dekmijn. Dag Johan. Dag Jonas. Johan, je bent voor ons Vlaams parlementslid. Jij volgt in die hoedanigheid ook buitenlandse zaken op. En buitenlandse zaken is nu al een belangrijke week in het Vlaams parlement, want Jan Bon, minister-president, die is natuurlijk op bezoek naar Zuid-Afrika. Wat is hij daar gaan doen? Wel, het is niet de eerste keer dat minister-presidenten naar Zuid-Afrika gaan natuurlijk. Maar het is wel zo dat ik dit toch een belangrijk bezoek vind. Hij is minister-president, maar tevens ook minister van Buitenlandse Zaken. En hij gaat erheen om diverse zaken te bespreken. Bijvoorbeeld, Zuid-Afrika kreeg vroeger ontwikkelingshulp vanuit Vlaanderen. Mm-hmm. Dat is nu omgedraaid naar richting politiek-economische samenwerking. En dus op die manier moet het gesprek aangegaan worden. En dat is wat de minister-president nu doet. Het is natuurlijk niet de eerste keer dat Jan Bon diplomatiek contact heeft met de Zuid-Afrikaanse regering. En als ik me dat goed herinner, de laatste keer dat Jan Bon dat deed, heb jij hem gevraagd of hij de plaatsmoorden had aangekaart. Een belangrijk politiek thema in Zuid-Afrika. Toen had hij dat niet gedaan, maar misschien vooraleer dat we daar verder op ingaan, kan je even uitleggen, ook aan de kijkers, wat plaatsmoorden eigenlijk zijn en waarom dat zo'n groot probleem is. Wel, plaatsmoorden is een Afrikaans woord, bestaat uit twee delen. Aan de ene kant plaats, aan de andere kant moorden. Ja, moord, iedereen kent dat, maar plaats, dat is eigenlijk het Afrikaanse woord voor boerderij. En waar gaat dit over? Dat gaat over eigenlijk bijna wekelijkse moorden in Zuid-Afrika op Afrikaanse blanke boeren door zwarte gangsterbendes. Dus ja, als ik het goed begrijp, dat zijn inderdaad van die erfaanvallen, dus heel vaak sadistisch met foltering en verkrachting en dergelijke meer, roofmoorden, die zoals je zelf aankaart in stijgende lijn zijn. Dan zou je denken, de Zuid-Afrikaanse regering doet daar wat aan, maar blijkbaar is dat ook niet het geval. Nee, dat is niet het geval. Sinds 1994 is de ANC aan de macht. En het is eigenlijk altijd maar erger geworden. De huidige president, Cyril Ramaphosa, die heeft eigenlijk ook aangekondigd dat hij wil dat blank grondbezit zou overgaan naar zwarte in Zuid-Afrika. Nu, ten eerste kan dit zomaar niet, want ja, het is toch de eigendom van die boeren. Langs de andere kant geeft hij zo het signaal aan de zwarte bevolking. Dat of toch gangsters en extreem linkse militanten. Ja, maar enerzijds aan de zwarte bevolking geeft hij het signaal dat blijkbaar de blanken hun eigendom niet meer van belang zijn. En natuurlijk zijn er zwarte gangsterbendes, zijn er criminelen eigenlijk, die ja, strafloos eigenlijk die boerderijen gaan aanvallen. En dat gaat heel ver. Zoals ik er net gezegd heb, het is wekelijks dat er zo'n moorden gebeuren. Die zwarte gangsterbendes die gaan naar zo'n boerderij. En je moet weten, dat is een grote boerderij. Dat is niet gelijk boerderijen in Vlaanderen. Die een klein, nee, dat zijn grote landgoeden. Dus niemand ziet dat er zwarte gangsterbendes binnenkomen. Zij komen die familie aanvallen, vrouwen verkrachten, terroriseren. En uiteindelijk eindigt dat met moord op die families. Nou, verschrikkelijk racistisch, anti-blank geweld dus. Er zijn al een aantal landen geweest die zich daarover hebben uitgesproken. Ik herinner mij de vorige Amerikaanse regering met Donald Trump en Mike Pompeo heeft daar ook wel, of hebben daar ook over op tafel geklopt. Jij wilt eigenlijk dat Jan Bon hetzelfde doet, hè? Dat hij woord houdt, want hij heeft een belofte gemaakt aan jou de vorige keer en je wil eigenlijk dat hij het diplomatiek gewicht van Vlaanderen in de schaal legt om daar wat aan te doen, hè? Ja, dat klopt, omdat in 2020 heeft hij een online meeting gehad met de Zuid-Afrikaanse regering. En daar zijn die plaatsmoorden niet ter sprake gekomen. Ik heb hem daarop aangesproken in het parlement. Ik heb gezegd, minister-president, het zou toch de bedoeling moeten zijn dat je dit ernstige feit toch zou aankaarten bij de Zuid-Afrikaanse regering. Nu is de minister-president in Zuid-Afrika. Ik hoop dat hij zijn belofte nakomt en inderdaad een keer stevig op tafel klopt om ervoor te zorgen dat die plaatsmoorden eindelijk ophouden te bestaan, want je kunt maar één ding zeggen over die plaatsmoorden. Het is anti-blank racisme.
Oké, maar ik ben ervan overtuigd dat jij, Jan Bon zijn woord gaat laten houden. Bedankt Johan voor je komst. Graag gedaan. Beste kijker, laat ook zeker uw mening achter in de reacties onderaan. En ik zie u graag de volgende keer.